Er wordt fanatiek getraind op het hoofdveld van het trainingscomplex in Weidewormen. Jong AZ bereidt zich voor op de wedstrijd van vrijdag tegen de belofte van PSV. Een duel dat bijzonder is voor middenvelder Thijs Oosting. Ja, klopt. Ik heb vorig jaar daar uit mijn debuut gemaakt, betaalvoetbal. Dus dat is mooi. Dus nu waren we daar weer terug, zo'n mooi moment. Ja, en met een doelpunt. Ja, ook nog. Inmiddels is Thijs Oosting ingevallen. Hier is die jonge Thijs Oosting, 18 jaar, die bij zijn debuut scoort voor Jong AZ. Er was een bal aan de zijkant en van Mo en die gaf hem voor en Jelle legde hem goed voor me klaar. En toen stond ik al in de 11 meter en toen hoefde ik hem alleen maar op doel te schieten eigenlijk. Doelpuntenmaker Thijs Oosting. Hij ontwikkelt zich prima. Hij wordt een volwassen speler, laten we het zo zeggen. Onder 19 is natuurlijk een andere competitie dan de keukenkampioendivisie. Andere weerstand. Maar hij groeit daarin en in trainingen met elkaar zie je dat hij steeds beter gaat worden. Oosting voetbalt nu 3 jaar voor AZ en daarvoor kwam hij uit voor FC Emmen. Een grote verandering dus en in het begin moest hij vooral wennen aan de mentaliteit van het Westen. In Emmen waar ik vandaan kom is het allemaal wat rustiger. Ik wil niet zeggen dat mensen minder praten, maar mensen hebben bijvoorbeeld minder weerwoord. Ze accepteren gewoon vaker wat er wordt gezegd, heb ik meer het gevoel. Hier heb je best vaak discussies op een veld of tegen een trainer bijvoorbeeld. En dat zal wel in waar ik vandaan kom niet zo snel gebeuren. Dus je moet wat meer voor jezelf opkomen, want je moet ook concurrentiestrijd aangaan. En als je uit de weg gaat, ja, dan verlies je. Deze zomer deed Oosting de eerste paar weken van de voorbereiding mee met AZ1. En hij speelde ook een paar oefenduels met de Alkmaarse hoofdmacht. Dat smaakt uiteraard naar meer, maar voorlopig focust hij zich eerst op Jong AZ. Ik hoop gewoon dat ik zoveel mogelijk wedstrijden speel in de keukenkampioendivisie. We hebben de 38. Ik heb tot nu toe elke wedstrijd meegedaan of baas gestaan. Dus mijn bedoeling is gewoon om wel echt die 38 potjes aan te tikken. En in die 38 potjes wil ik sowieso wel boven de, denk, 10 goals komen. Thijs Oosting. Ja, wie doet wat bij NEC? Nou, helemaal niemand doet iets, want Oosting maakt gewoon 4-0. Ja, dit is wel een van de jongens die wij als prospect hebben staan. Hè? Talent om eventueel die aansluiting naar het eerste te maken. Dus daar is Thijs zeker een van. We moeten niet vergeten dat hij net pas in Jong AZ zit en dat we daar de tijd voor moeten nemen. Het doel is zeker om de komende jaren hier bij AZ door te gaan breken en dan het debuut te maken. Ja. Stapje voor stapje. Precies.